Goedenavond, heel hartelijk welkom bij deze live-uitzending van Studio SGP. Vandaag een kerst- en eindejaarseditie. We hadden wat technische problemen, maar we zijn er. We gaan terugblikken op het afgelopen jaar. De asielcrisis, de energiecrisis. Maar we gaan ook vooruitblikken naar het nieuwe jaar. Er zijn verkiezingen voor de provincie in 2023. Dit is Studio SGP. Dat was het Gelders Mannenensemble. Dat gaan we vanavond meerdere keren horen onder aanvoering van Arie Kortlever. We gaan het hebben over de asielcrisis, over de energiecrisis en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Kees van der Staaij, hartelijk welkom ook in deze uitzending. Goedenavond. Voor de SGP, als je het jaar zou typeren vanuit het perspectief van de SGP, waar denk je dan aan? Ja,
een heel roerig jaar natuurlijk. De oorlog in Oekraïne, alles wat er verder ook speelde in de samenleving. Discussies over koopkracht, over asiel. Die hebben wel het politieke leven natuurlijk wel overheerst de afgelopen jaar. Kan je ook dankbaar terugkijken? Nou, er zijn ook altijd weer dingen waarvan je zegt, hebben wij ook, als je ook vraagt vanuit het perspectief van de SGP, ook nog impact gehad. We doen het toch ook voor om ook een getuigenis te laten horen. Nou, dat proberen we ook in het bijzonder ook weer bij algemene beschouwingen, dat je ook iets vanuit de Bijbel ook kan meegeven. Maar daarnaast ook in de praktische politieke besluitvorming zijn er allerlei dingen te noemen waar we zeggen, nou, daar zijn we wel dankbaar voor dat gelukt is, dat we daar een inbreng in hebben mogen hebben. Bijvoorbeeld in het opkomen voor het midden- en kleinbedrijf, ook rond de energiecrisis. Gaan we het straks ook over hebben. Dat komt ook nog terug. Of nou, ook punten als de Westerschelde-tungel, dat die eerder tolvrij wordt. Ja, dat zijn ook wel weer voor regio ook wel weer belangrijke dingen. En nou ja, zo, het zit dus eigenlijk ook wel weer in meer nog nou ja, een aantal feiten waar je zo naar terugkijkt, waar je dankbaar voor bent, dan dat het nou dat ene grote spectaculaire iets is geweest. Ja, precies. Dank. En elke uitzending beginnen we natuurlijk ook met het nieuws. En dit keer heeft Rut ook weer een aantal nieuwsfeiten die we de uitzending mee beginnen. Rut. Ja, dat klopt. We hebben weer een aantal items die we graag willen bespreken. En het eerste is het volgende. Deze week werd er in de Eerste Kamer gesproken over artikel 1 van de Grondwet. De PvdA, GroenLinks en D66 willen handicaps en seksuele geaardheid opnemen in dit artikel. Peter Schalk sloot zijn bijdrage af met het kerstevangelie. Laten we daarnaar gaan kijken. In het Bijbelboek Genesis staat het kernachtig: man en vrouw schiep hij hen. En voorzitter, dat impliceert dat mijn fractie de seksuele gerichtheid plaatst binnen de context van het huwelijk als een levenslange relatie van liefde en trouw tussen een man en een vrouw, waarbinnen kinderen een veilige bedding kunnen vinden. En die gedachte werd nog eens versterkt afgelopen zondag onder de kerkdienst die ik in mijn eigen kerkelijke gemeente mocht bijwonen. Daar ging het over een jonge vrouw, Maria, meisje eigenlijk nog, want ze was ongehuwd, maagd, die zwanger was zonder gehuwd te zijn. Wat heeft dat betekend in het leven van deze jonge vrouw? Zou ze verguisd zijn geworden? Hoe is haar leven geweest? Werd ze gediscrimineerd? Wij weten het niet. Alleen wel dat deze jonge Maria naar de oude Elisabeth gaat, ook al zwanger. Bij wie het kindje in de moederschoot opspringt van vreugde. Als ze de stem van de jonge aanstaande moeder hoort. En om de beurt zingen ze een lied van hoop en van verlangen. Zij zongen over hun zaligmaker, Jezus. Ik dank u. Ja, de leden van de Eerste Kamer worden ook komend jaar gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Vindt u het nou belangrijk dat er een christelijk geluid in de Eerste Kamer ook gehoord wordt? Stem dan komende maart voor SGP. Afgelopen maandag bood het kabinet namens de regering excuses aan voor het slavernijverleden. Hoewel er vooraf veel ophef was over de eenzijdig gekozen datum, werd er wel positief gereageerd op de toespraak van Rutte. Excuses na bijna 160 jaar. Wat vindt de SGP daarvan? Ja, Kees, eindelijk excuses. Volgens veel in de samenleving. Hoe keek de SGP daarnaar? Nou, kijk, ik vind het altijd goed om eerlijk terug te kijken naar je verleden. Dat je ook de donkere bladzijden niet overslaat. En de Bijbel, waar we mee vertrouwd zijn, is ook altijd heel eerlijk om ook te laten zien wat er niet goed ging. Niet alleen de verzameling van heldendaden. Nee. Dus dat vind ik positief. En ook de toon die premier Rutte trof. Maakt het ook persoonlijk, hè? Maakt het ook persoonlijk. Dat kwam ook goed over naar mens. Tegelijkertijd moet ik ook eerlijk bij zeggen dat ik ook wel ongemak ervaar met excuses aanbieden aan de nazaten van voor wat voorouders gedaan hebben. Mm-hmm. Met mensen met wie je in gesprek bent en die ook het tijdstip weer niet. Dus er zitten ook wel heel veel voetangels en klemmen omheen. En we moeten ook wel oppassen dat we niet een doos van Pandora opentrekken waar we over allerlei gebeurtenissen vanuit het verleden nu excuses gaan aanbieden. Dat is weer de andere kant. Ja, precies. En het is waarschijnlijk niet aan de orde dat er ook financiële compensatie gaat plaatsvinden. Of zie je nog wel een politiek debat ontstaan
ontstaan dat je denkt, nou, dat kan nog zomaar gaan gebeuren, dat er ook weer over financiële compensatie gesproken wordt. Ja, dat zie je al natuurlijk komen. Hè? Dat je zegt, ja, maar wacht even, blijf het dan alleen bij woorden. En er zijn ook alweer eisen van herstelbetalingen en dergelijke. Hoe zit de SGP daarin? Dus ik vind dat heel ongelukkig, omdat op die manier nu allemaal nog over gebeurtenissen die al in de 19e eeuw tot parlementair debat hebben geleid, gelukkig de afschaffing van, dat je nu nog weer dan moet gaan praten over gebeurtenissen vanuit de zover verleden. Voor herstelbetalingen vinden wij niet juist. Nee. Ja, dat was het nieuws wat we bespraken hier aan tafel. Zometeen gaan we het hebben over asiel en migratie. Hoe zit het eigenlijk met die asielcijfers en hoe staat de SGP daarin? We gaan eerst kijken naar een video met wat korte uitleg. Een asielzoeker is iemand die een vrijplaats, een toevluchtsoord zoekt in een land. In Nederland gaat het meestal om vluchtelingen van buiten de Europese Unie. De asielinstroom in Nederland ligt ergens tussen de 700 en 1500 asielzoekers per week. Deze mensen melden zich aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel of Schiphol. In afwachting van vervolgstappen in het proces verblijven zij in een asielzoekerscentrum, een AZC. De omvangrijke vluchtelingenstroom is echt een probleem voor Nederland. De politiek moet daarin moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken. Misschien vraag je dan wel af, wie zijn dan die mensen die in Nederland asiel komen aanvragen? Nou, de meeste mensen die komen uit Syrië, Afghanistan, Turkije en Jemen. Er zijn er ook nog wel andere landen, zoals Somalië, Eritrea, Algerije, Irak en Pakistan. En er zijn er drie opties nadat iemand asiel heeft aangevraagd. Asielzoekers uit veilige landen zoals Albanië, Kosovo en Servië krijgen in principe geen verblijfsvergunning. De tweede categorie zijn asielaanvragers van asielzoekers uit bijvoorbeeld Iran. En die worden in sommige gevallen wel en in andere gevallen niet ingewilligd. Dit hangt af van bijvoorbeeld het gebied waar de asielzoekers vandaan komen. En of ze tot een minderheidsgroep behoren en ook wat hun individuele omstandigheden zijn. Asielaanvragers uit oorlogsgebieden worden meestal wel ingewilligd. Van de mensen uit Jemen is dat 97, uit Turkije 94 en uit Syrië 88%. Recent is naar buiten gekomen dat 85% van alle eerste asielaanvragen in Nederland wordt ingewilligd. Als de asielaanvraag dan is ingewilligd en iemand in Nederland mag blijven, dan is hij of zij een statushouder. En een statushouder kan zich inschrijven bij de gemeente, mag werken en heeft ook recht op een woning. En dat is ook waar de schoen wringt. Want door een tekort aan woningen kunnen statushouders niet weg uit het AZC. En daardoor is het AZC overvol en is er voor nieuwe asielzoekers geen plaats. Om dit probleem te tackelen zijn er noodopvangplekken gerealiseerd. En die waren ook al nodig tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016. En tegelijkertijd is het aantal opvangplekken in de achterliggende jaren afgeschaald. Sommige partijen vinden daarom dat meer opvangplekken dé oplossing is voor de asielcrisis. Ja, we gaan het hebben over asiel en migratie hier aan tafel. Heeft u vragen, stel ze in de chat bij de uitzending, zodat we die als kijkersvragen hier ook aan tafel kunnen behandelen. Dus wat houdt u bezig met dit thema? Stel gerust die vragen, dan kunnen we ze wellicht meenemen in dit gesprek. Aan tafel, Dr. Jan van der Beek, migratiedeskundige. Hartelijk welkom. Met jou gaan we het gesprek voeren over migratie. En Evert Van Dijk, ik hou jullie achternamen door elkaar. Evert Van Dijk, je hebt een agrarische onderneming in Oekraïne. Je hebt die ook ingezet voor Oekraïners die hierheen zijn gekomen. Daar gaan we het straks over hebben, over die migratiestroom die in dit jaar ook ontstaan is. Kees, net werd gezegd, opvang is het probleem. Is dat het probleem van de asielcrisis? Ja, het is meer dan alleen natuurlijk een plek om mensen op te vangen. Werd er gezegd, er is ook doorstroming dan weer nodig van mensen die een status krijgen. Moeten ook weer een plek vinden. Wat je natuurlijk ook wel zag vanuit het verleden, is dat er ook weer heel veel mensen zich mengen. Onder degenen die naar Nederland komen, die eigenlijk geen aanspraak maken op vluchtelingschap. Hè, die eigenlijk meer om economische redenen, zoals we dat noemen, dan hierheen komen. Ook soms echt helemaal niet vanuit makkelijke omstandigheden. Maar toch, we moeten wel ook daarin grenzen stellen. We kunnen niet iedereen in Nederland in een klein, dichtbevolkt land opvangen. Ja. We gaan het er zo verder over hebben, over die politieke consequenties. Jan van der Beek, migratiedeskundige. Wat boeit je zo aan het thema migratie?
Ja, toen ik heb eerst wiskunde gestudeerd. Toen ik daarmee klaar was, culturele antropologie, eigenlijk sociale wetenschappen. En toen raakte ik heel erg geïntrigeerd door het asieldebat. Want ik vond dat het heel emotioneel was en weinig zakelijk. Mm-hmm. Toen ben ik dat gaan bestuderen. Daar heb ik ook een afstudeerscriptie over geschreven. En toen heb ik me verdiept in de getallenkwestie. Het gaat heel vaak over getallen en over grenzen aan getallen. En de psychologische kant van juridisch en ook de economische kant. Mm-hmm. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat over de economische aspecten van immigratie of asiel eigenlijk heel weinig te vinden was. Toen ben ik daarop gepromoveerd. Ja. En ja, dat bleek toch wel een heel erg heikel punt te zijn en lastig om daar in Nederland onderzoek naar te doen. Waarom is dat heikel en waarom is dat lastig? Nou, ik zal één voorbeeld geven uit het proefschrift. Op een gegeven moment was een econoom bezig voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En die had een heel hoofdstuk geschreven over de economische effecten van immigratie. Mm-hmm. En toen waren er vergaderingen. Toen werd er gezegd, nou, dat moeten we maar niet opnemen. Want dan krijgen immigranten de schuld van de hervormingen in de verzorgingsstaat. Yeah. Want hij had namelijk boven tafel gekregen dat het toch aardig drukt op die verzorgingsstaat. Mm-hmm. En dat het ook niet zo makkelijk is om verzorgingsstaat en grootschalige migratie te combineren. Ja. En, nou, dat kwam ook niet in dat rapport uiteindelijk, ja, in de afgezwakte vorm. Omdat het allemaal te gevoelig wordt gevonden. Ja. En blaming the victim. En je kunt niet aan mensen rekenen. Dat gebeurt in Nederland de hele dag. Maar op het moment dat het over immigratie gaat, mag dat dan niet. Is dat nog steeds zo of is er nu wel meer draagvlak? Zeker nu ook die crisis zo groot is met de voldoende plekken. Ik denk dat wel meer draagvlak is. Omdat men ziet nu van, oké, zijn grenzen aan de groei. Bevolkingsgroei. Hè? De bevolking in Nederland groeit eigenlijk alleen maar door immigratie. Mm-hmm. Dit jaar zo waarschijnlijk richting de 100.000, hè? Tussen de 50 en 100.000. Ja, wel meer. Dit jaar wordt echt een topjaar. Maar het is de afgelopen 5 jaar was het gemiddeld zo rond de 100.000 netto bevolkingsgroei door immigratie. Ja. En zeg maar, met dit jaar erbij gaan we richting 1 miljoen per decennium. Zeg maar, de stad is Amsterdam erbij per decennium. Dat tempo gaat het nu zich in ontwikkelen. En dus dat is heel heftig. En dan lopen natuurlijk tegen allerlei grenzen aan woningnood. Mm-hmm. En we hebben een klein land, maar inderdaad, ik kwam net al te sprake. En er zijn heel veel claims op dat land. Mm-hmm. Voor wonen, voor recreëren, voor natuur, voor agrarisch, windmolens op land. Allemaal dingen. En dat gaat natuurlijk knellen als die bevolking zo hard groeit. Ja. Dus dat is een van de dingen waar we tegenaan lopen. Ja. Je hebt ook becijferd, als je het nou terug zou brengen, zeg maar, per statushouder. Hè? Misschien even goed om even de definities. Dus we hebben het dan asielzoeker zolang iemand dus nog geen status heeft. En statushouder zodra iemand definitief weet dat hij hier mag blijven. Je hebt becijferd over wat dat, als je dat in geld zou uitdrukken, wat zo'n proces kost tot de integratie toe. Ja, we hebben becijferd wat het zou kosten voor de hele, zeg maar, alle toekomstige claims op uitkeringen, gezondheidszorg enzovoort. Dat hebben we van alle Nederlanders gedaan. Dus 70 miljoen mensen hadden we data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus eigenlijk van iedereen. Mm-hmm. En dan konden we het ook voor asielzoekers becijferen. Ja. En per toegekend eerste asielverzoek komt dat op 1 miljoen euro in euro's in 2016. Inmiddels zou dat veel meer geld zijn door de inflatie. Ja. En dat is dan voor de eerste asielverzoek zelf en de nareizigers en dan de kinderen. Mm-hmm. En dan over de hele resterende leven. Ja, precies. Ja, dus dat is een enorm bedrag. Ja. Kees, nemen jullie dat mee, dat economische aspect en ook de gevolgen voor de samenleving in het politieke debat? En hoe doe je dat? Ik vind dat dat geen taboe moet zijn om ook te kijken van, maar wat betekent dat ook qua kosten die ermee verbonden zijn? Ook omdat je soms moet realiseren dat je, wat kan je ook met datzelfde geld doen om in de landen, in de regio van herkomst eigenlijk meer voor die mensen ook te betekenen. Hè? Dus dat is een eerlijke zaak. En natuurlijk aan de andere kant is het ook weer niet zo dat geld het een en het al is. Er zijn ook situaties waarin, bijvoorbeeld, we gaan het ook nog over Oekraïne hebben, waarin je ook zegt van, er is soms ook gewoon een plicht om iets te betekenen voor mensen in nood. En daar leveren onze bijdrage aan. En dan, dat doe je thuis ook niet, dat je bij spreken gast hebt en de hele tijd zit te kijken, maar wat is nou de rekening? Mm-hmm. Wat kost het nu? Dus dat is ook weer een stukje, ik zou bijna zeggen, fatsoenlijke omgang, dat je daar niet alleen maar op focust. Ja, ja. Dus niet alleen in termen van geld zien, maar aan de andere kant ook gewoon nuchter wel beseffen dat er ook een kostenplaatje aan hangt. En wat je met dat geld ook voor diezelfde mensen anders kan doen. Jan? Ja, ik zou wel over dat geld wel wat willen zeggen. Namelijk, wat wij zien is dat, als het geld kost, als je het per groep gaat bekijken, wij hebben uiteindelijk uitgesplitst naar 87 groepen, en dan blijkt dus dat geld hangt met alles samen. Het is één getalletje, wat het netto kost over het resterende leven in Nederland. Maar dat hangt samen met criminaliteit, met zorgkosten, met onderwijsprestaties. Dus ook van de kinderen, zelfs van de kinderen van de kinderen, zeg maar. Dus het is één getalletje. Het lijkt alsof het alleen maar om geld gaat, maar het hangt eigenlijk samen met alle integratieindicatoren die er zijn.
Ja, integratie dus... is natuurlijk ook, dat zie je ook weer, dat het heel erg uitmaakt. En er zit natuurlijk ook heel veel verschil tussen hoe dicht mensen eigenlijk ook weer bij onze samenleving staan. Hè? Heb je ook weer een cultuur waarin je heel erg van aanpakken weet, je graag ook zelf ook weer verdienstelijk wil maken. En ook qua waarden en normen ook weer dichter bij ons staan dan mensen uit een totaal andere samenleving. Of soms ook nog weer met, neem nou uit een land als Somalië, werd net al even genoemd. Nou, ook mensen gesproken waar je best wel van schrikt. Welke opvattingen ook vanuit een stevige islamvisie die mensen huldigen. Dat is ook een eerlijke zaak om rekening te houden. Met hoe groot is die afstand ook tot onze cultuur. Dat bepaalt ook van wat de mogelijkheden zijn voor een samenleving om mensen ook op te vangen. Ja. Nou, ook dat kan ik bevestigen. Het lijkt alsof we het van tevoren hebben doorgesproken. Is helemaal niet zo. Maar er is een heel groot onderzoek naar normen en waarden. Op basis van dat onderzoek, dat loopt ook al heel veel jaren. Dus bij honderdduizenden mensen zijn allemaal vragenlijsten afgenomen over de afgelopen 30 jaar. En dat blijkt zo te zijn dat hoe groter de afstand tot de Nederlandse cultuur, dat kun je gewoon uitrekenen, daar kun je een getalletje aan verbinden, hoe slechter eigenlijk die integratie gaat. Dus dat is wat u zegt, kan ik bevestigen vanuit de data. Ja. Er zijn ook partijen, D66 onder andere, die zegt we hebben migranten juist keihard nodig vanwege de vergrijzing. We moeten juist meer mensen zorgen dat we ze kunnen inzetten. En vooral in het arbeidsproces. En dan hebben we het natuurlijk vooral ook over arbeidsmigranten. Want we hebben het heel hard nodig, anders rekt onze economie het niet. Dus niet alleen de becijfering van de kant van wat kost het om te integreren. Maar we hebben ze juist heel hard nodig. Wat zou jouw reactie daarop zijn? Nou, verschillende reacties. Allereerst, als je vergrijzing wil oplossen met immigratie, dan explodeert de bevolking. Dan moet je denken aan orde grootte 100 miljoen mensen in Nederland aan het eind van deze eeuw en orde grootte 1 miljard aan het eind van de volgende eeuw. Ja, dat, zijn, dat is dan mijn pensioenleeftijd van 69 jaar, heb ik dat recentelijk uitgerekend. Dus dat is eigenlijk helemaal geen oplossing. Omdat immigranten zelf ook vergrijzen en dan heb je steeds meer immigranten nodig. Het is een soort piramidespel, zeg maar. Ja. Dus dat moet je helemaal niet willen. Dan kun je wel immigranten toelaten om deel te nemen aan het arbeidsproces, maar dan moet je wel selecteren. Er zijn immigrantengroepen die het supergoed doen in Nederland. Die enorm veel geld komen brengen eigenlijk. Ja. Maar dat zijn mensen uit Noord-Amerika of Oost-Azië of uit Scandinavië of zo. Als je kijkt naar asielzoekers, is dat de groep die het juist heel slecht doet. Die lost geen arbeidsmarktproblemen op, maar die vormen een arbeidsmarktprobleem. Gemiddeld genomen zitten van asielzoekers tussen de helft en 2/3 zit in een uitkering. Dat zegt eigenlijk alles. Langdurig, hè? Ook na 5-6 jaar nog. Nou ja, vaak blijvend. Als je naar 15 jaar kijkt, is het nog iets van 40-45%. Ja. Dus dat is gewoon heel erg veel. Ja. Dus dat gaat een arbeidsmarktprobleem niet oplossen. En dan zul je echt moeten selecteren. En dan zou je zouden vanavond over asiel hebben. Dan zijn asielzoekers zijn over het algemeen relatief laag opgeleid. En die zijn niet de groep die jouw problemen gaat oplossen. En dan moet je selectieve immigratie hebben. Ja. Kees, ik heb ook wel eens erover nagedacht. Ik dacht, vroeger was eigenlijk de bevolkingsopbouw, doordat mensen grotere gezinnen hadden, dat daarmee de bevolkingsopbouw zeg maar, gezond bleef om voor ouderen te zorgen. Zou het niet gewoon politiek acceptabel zijn om te zeggen, het is weer tijd dat we grotere gezinnen hebben in Nederland? Nou, gezinsvriendelijk beleid is in ieder geval wat we als SGP zeker ook voorstaan. Kijk, we zijn ook weer huiverig als de staat zich te veel bemoeit met het kinderen krijgen, om het zo te zeggen. Dat is wel echt de verantwoordelijkheid van ouders en niet van de staat, zeg maar. Ja. En de knop waaraan gedraaid moet worden. Moeten er nu meer zijn of het moeten er minder zijn? Daar willen we van wegblijven, maar tegelijkertijd, Nederland is maar echt een middenmotor als het gaat om gezinsvriendelijk beleid. Er kan nog echt wel wat bovenop. Daarom hebben we daar ook nog afgelopen jaar voor gepleit om juist ook nog een extra bedrag ter beschikking te stellen op het moment dat er ook een kind geboren wordt. Hè? We noemden dat kinderwagen bonus. Maar dat was natuurlijk ook een beetje provocerend. Maar het gaat er wel om. Van je ziet ook mensen soms om financiële redenen eigenlijk ook een kinderwens uitstellen in de samenleving. Hè? Dat is wel een feit. Ja. We zijn het gesprek begonnen over als mensen hier zijn en het recht hebben om hier te blijven. Het begint natuurlijk met de instroom. Als het gaat over dat VN-vluchtelingenverdrag en de asielafspraken die er zijn. Zijn daar mogelijkheden om daar verandering in te brengen, Jan? Ja, absoluut wel. Er zit in het VN-vluchtelingenverdrag een artikel 44. En dat zegt dat je met een opzegtermijn van 1 jaar, middels het schrijven van een brief van de Verenigde Naties eigenlijk, dat verdrag kan opzeggen. Dus dat is een mogelijkheid. Mm-hmm. Dan doet niemand in Europees verband? Nee. Blijft men er massaal achter staan? Zeker, maar je ziet wel heel verschillend beleid tussen landen. Hè. Denemarken heeft bijvoorbeeld een opt-out positie op dit terrein. Is gewoon veel strenger, dus die hebben ook veel minder asielzoekers per inwoner, zeg maar.
En je ziet ook dat de asielzoekers zelf kiezen. Met die, we hebben een soort natuurlijk experiment gehad in 2015. Met die grote groep, groep mensen. Die liepen niet naar Polen en ze liepen ook niet naar Portugal. Mm-hmm. Ze bleven ook niet om asiel aan te vragen in Slovenië of Slowakije. En natuurlijk altijd wel een paar mensen. Maar het gros liep naar het noordwesten door. En daar is een goede reden voor. Wij zijn rijk, we hebben goede asielprocedures. Soms gaat het even mis, maar over het algemeen is het redelijk goed. Mensen mogen vrij snel hun gezin over laten komen enzovoort. Ja. Kees, gelijk maar even toetsen welke mogelijkheden. Dus dat opzeggen van de VN Vluchtelingenverdrag, zou dat een optie voor de SGP zijn? Wij pleiten meer voor herziening. Kijk, het is wel goed dat je met landen ook afspraken maakt met elkaar internationaal. Hoe ga je om met vluchtelingen? Ja. Maar het is wel erg een beetje op de Koude Oorlogssituatie gebaseerd van het IJzeren Gordijn. Dat er iemand af en toe is ontsnapte en dat hij een heel proces kreeg om vast te stellen of het echt klopt. Maar het was eigenlijk op kleinere aantallen gebaseerd. En nu gaat het om enorme aantallen. Dan werkt dat eigenlijk niet om zo ver van huis dat allemaal nog te gaan toetsen tot in allerlei instanties. Dat systeem zie je eigenlijk ook wel een beetje vastlopen. En dat meer à la zo in Denemarken is georganiseerd? Dus, maar uiteindelijk zeggen we ook, je zou eigenlijk meer moeten toetsen en opvangen in dichterbij de plek waar mensen eigenlijk vandaan komen. En ik vind het, zoals we nu met Oekraïne te maken hebben, dat is onze achtertuin. Dat is aan de grenzen van Europa. Maar daar hebben wij een verantwoordelijkheid in. Dat zag je ook in het verre verleden vanuit de Eerste Wereldoorlog. Toen ook Belgen in Nederland waren in die periode. Dus zo zijn er meer situaties waarin je zegt, ja, in je directe omgeving heb je een extra verantwoordelijkheid. Maar we moeten eigenlijk daar nog, er gebeurt al veel, maar toch nog meer investeren om mensen eigenlijk ook meer perspectief te bieden in eigenlijk de eigen omgeving. Ja. We gaan eens naar de situatie zoals we die nu met Oekraïne kennen en wat Nederland daarin doet. Evert, je hebt een bedrijf in Oekraïne. Ja. Was in Oekraïne toen de oorlog uitbrak? Ja. Wat heb je toen gedaan? Nou, toen 24 februari de oorlog uitbrak, wij woonden vlakbij een oefenterrein van het leger. Toen schrokken we wakker. En eerst wat ik deed, ging naar buiten om de omgeving te checken. En je ziet daar boven je huis een raket vliegen. Dus ja, dan, surrealistisch. Ja, dan komt de spanning heel vlug naar boven. Mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk alles ingepakt. Ik was al redelijk goed voorbereid. En zijn we weggegaan. Ja. Gevlucht. Ja, en je Zeeuws accent in te schatten naar Zeeland? Ja, dat klopt, naar mijn ouders. Ja. Je bent er naartoe gegaan. Er zijn ook mensen, begreep ik, uit de kerk waar je daar in Oekraïne bent aangesloten, vervolgens ook deze kant op gekomen, toch? Ja. Hoe groot is de groep? Dat was toen een groep van 75 man, ongeveer. En hoe zijn die opgevangen? Was dat gemeentelijke opvang of was dat particulier? Dat was in de eerste instantie particuliere opvang geweest. Ja. Wij waren de grens over en ja, op de appgroep in de familie natuurlijk zegt mijn vader, kom maar gauw naar huis. En mijn zusje die schrijft erbij, neem de rest van het dorp ook maar mee. Als grapje. Ja. En ja, dat is waarheid geworden. Ja. Ja. Vervolgens, als het langer duurt, dat zie je in veel gemeenten, dat gemeenten ook opvang organiseren. Hoe is dat nu? Is die groep van 75 nog in Nederland en waar verblijven die nu? Nee, ze zijn toch gelijk bij ons in het dorp in een hotel. Dat mijn vader een half jaar terug had hij dat hij zojuist aangekocht. Dat is ook bestuurd, om zo maar even te zeggen. Ja. Daar zijn ze ingetrokken. Dat hebben we helemaal privé. Was dat in eerste instantie geregeld. En toen na een maand of twee is het gemeentelijke opvang geworden. En dat is het nu nog steeds. Ja. Ik denk de helft van die oorspronkelijke groep van 75 man, die zijn teruggekeerd. Ja. Maar ja, er zijn andere Oekraïners voor in de plaats gekomen. Precies. En dit zie je nu, nu de winter begint, ook nog steeds toenemen, toch? Ja. Die stroom. Ja. Tenminste, ook zeker ook vanuit de gebieden, denk ik nu. Oostelijk, waar ook echt het oorlogsgeweld nog in de volle gang is. Heb je een beetje beeld van die groep nu, hoe de dagbesteding eruit ziet? Is een groot deel aan het werk? Ja, ik ben daar mede-coördinator van. Dus ja, ik weet het precies, zo maar even te zeggen. Ik denk dat er veel, zowel 20 mensen, die zijn echt bij vastwerk in dienst. Dan denk ik nog 10 of 15 mensen die doen seizoenswerk. Dat is nu in de winter natuurlijk wat minder. Ze hebben daar een corvée-rooster. Dus de mensen die houden het zelf draaiend. Ja, zo maar ja, even precies. Zeggen. Kinderen gaan naar school. Ja. Wat is je verwachting? Willen ze hier blijven? Willen ze terug? Wat is de... Ja, iedereen, dat zie je nu zeker ook met de kerstdagen, die wil heel graag terug. Hmm. Ik ben nog geen Oekraïner tegengekomen, ik dan zelf. Die zegt van ik blijf hier in Nederland wonen. Hmm. Maar
Ja, als je ziet, zeker ook met de kerst nu, dan komen die emoties naar boven. Ja. En dan zijn er gewoon heel veel mensen die, ja, die het eigenlijk bijna niet meer kunnen houden. Die willen gewoon die, eigenlijk even terug. Ja, ja. En dat doen ze ook wel eens, die de mogelijkheid hebben. Ja, de meesten die hebben die mogelijkheid niet natuurlijk. Je zet je ook in nu voor Oekraïne met goederentransporten. Wat doe je precies? Ja, wij zijn als Stichting Meter die Domi zijn we heel actief om spullen bijvoorbeeld naar Oekraïne te brengen, maar ook in de Oekraïne zelf. Ja. Omdat ik daar al 11 jaar zit, gewoond heb, hebben we daar een heel uitgebreid contact onder de kerken. De kerk waar ik ook zelf bij aangesloten ben, van de Baptistenunie. Mm-hmm. En dat is een heel betrouwbaar, uitgebreid netwerk. Mm-hmm. En via die mensen weten we eigenlijk precies waar dat we nu het beste de mensen kunnen helpen. Ter plaatse, ja, ik zeg altijd maar, ik weet hier of in mijn geboortedorpje in Sint-Anneland hoe het daar ervoor staat. Mm-hmm. Maar ja, in Groningen weet ik dat niet natuurlijk. Nee, dat weet iemand in Groningen. Dus je bedient het netwerk wat jij daar nu kent. Ja, ja. Dus, en via dat netwerk doen we ook veel spullen in Oekraïne zelf inkopen. Dus dan steunen we ze financieel. En de mensen daar die verspreiden het, zeg maar, als het ware, mm-hmm. via vrijwilligers. En ook in Nederland samen we spullen in en dan brengen waar we daar naartoe. Waar is behoefte naartoe. Aan? En wat... Ja, de eerste levensbehoefte, om het zo maar even te zeggen. Wij hebben, dat is natuurlijk voedsel. Warme kleding ook veel. Dingen om jezelf warm te houden. Houtkachels, daar helpen we veel mee met haardhout. En alle dingen die ermee betrokken zijn om iemand in leven te houden. Ja. Om te overleven. Want het is echt overleven nu. Ja. Zeker in de winter. Ja, want het gebied waar jij zit met je onderneming is wel aan de westelijke kant, maar de elektra valt continu uit. Ja. Wat betekent dat nu de winter begint? Nou, wij zijn zelf 2 weken terug waren we nog in Oekraïne. En ik moet zeggen, ja, in de boerderij, ik heb al zo lang dat ik daar zit, hebben wij al een aggregaat staan. Dus ja, die zet je natuurlijk dan af en toe aan. Maar in de laatste week dat we er waren, hadden we meer periodes dat er geen elektriciteit was dan dat die er wel was. Ja. En ja, zo'n aggregaat die slurpt diesel natuurlijk. Dus je gaat hem niet 24 uur per dag aanzetten. Mm. En dan, dan zie je ook dat zo'n elektriciteitscrisis, ook al zit je niet aan het front. Ja, is er gewoon om te leven, maakt het gewoon eigenlijk niet leefbaar. Nee. Verwacht je dat dat nog weer zich kan gaan herstellen in de komende tijd? Of ziet het er nog niet zo rooskleurig uit? Ik denk dat ziet er helemaal niet rooskleurig uit. We zitten, de winter die is natuurlijk eigenlijk nog maar net begonnen in Oekraïne. Ja. En dan gaat het ook flink onder nul, hè? Het kan tot min 15, min 20. Dat zijn helemaal temperaturen die komen vaak voor. En je ziet het ook, Rusland, het wordt weer kouder en de bombardementen beginnen weer. En de weersomstandigheden die zijn ook dusdanig dat het bemoeilijkt om dat weer te repareren. En er is nu zoveel kapot gemaakt, om zo maar even te zeggen, om dat allemaal weer opnieuw of te hernieuwen. Ja, dan dat duurt nog zo tot eind maart. 2,5 miljard, begreep ik, is er gereserveerd in de Rijksbegroting ook weer voor volgend jaar om Oekraïne te steunen. Dat is waarschijnlijk vooral wel militair. Is dat ook humanitair, dus voor dit soort situaties? Het moet nog precies bekend worden hoe het verdeeld wordt. Maar het is inderdaad voor zowel militair als humanitair, als ik het goed heb. Ja, want ik heb er een vraag over nog. We zijn natuurlijk als stichting zijn we er best ook een beetje benieuwd naar eigenlijk hoe dat nou is. Wij zijn al een aantal keer twee keer op de ambassade in Kiev geweest. En, want wij lopen natuurlijk als stichting, we hebben een mooi netwerk, lopen we aan tegen financiële middelen hier in Nederland. Daar doen we hard ons best voor om daar geld voor in te zamelen. Dus wij dachten, we horen natuurlijk ook 2 miljard, of tenminste in ieder geval grote bedragen. En we vroegen aan het... aan het Rijk, zeg maar, van kunnen wij daar ook jullie mee helpen om dat... Kees, regel in Den Haag dat humanitaire... Nou, wij vinden het wel heel belangrijk, want je ziet soms dat het makkelijker is om, wij spreken, een grote organisatie of vanuit van de naties of wat dan ook, daar het geld heen te laten gaan en te laten besteden. Terwijl wij ook zeggen, vaak zie je maatschappelijke organisaties die goed verworteld zijn in die omgeving, dat die het vaak veel beter kunnen wegzetten. Ja. Maar dan zijn natuurlijk ook weer op ministeries mensen bang van maar kennen we al die organisaties precies gaat het wel goed? Ja. Dus er zijn altijd, het is dan weer een grotere uitvoeringslast als het ware, waardoor ze dan een soort terughoudendheid kunnen hebben. Maar wij pleiten in ieder geval voor van gebruik juist ook die maatschappelijke organisaties. Ja. Dus, die terughoudendheid, die bemorken wij ook. Op een gegeven moment kregen we ook het advies om
Ja, dat het eigenlijk niet voor ons is, omdat we een te kleine stichting zijn, om zo maar even te zeggen. We moeten onszelf aan moeten sluiten bij de grotere stichtingen. Dus ja, ik ben wij zijn er ook wel benieuwd naar hoe wij daar bijvoorbeeld ook op wat voor manier wij daar aanspraak op kunnen maken. Of is dat niet... Ja, wij willen er heel graag achteraan gaan. Om juist ook te kijken van wat daarin mogelijk is. Want we pleiten heel erg ook die kleinschaligheid. Dat juist ook soms betekent dat je heel goed ingevoerd bent in de haarvaten van de mensen waar het naartoe moet gaan. Van die omgeving. Ja. Dus dat is heel belangrijk. En hetzelfde gaat trouwens ook wel bij... Dat is ook zo'n probleem. In Nederland zie je hetzelfde met ook opvang van asielzoekers, van statushouders. Mm-hmm. Dat het ook soms de moeilijkheden komen doordat er om zulke hele grote aantallen dan gaat. Terwijl er vaak wel degelijk ook ruimte en mogelijkheden zijn. Bereidheid is om voor aantallen die passen bij een bepaalde gemeenschap om daar iets voor te regelen met elkaar. Ja. Dus wij zeggen ook daarin, als het gaat om opvang van asielzoekers, zit nou niet alleen in op die grootschaligheid, maar kijk nou juist ook wat er veel kleinschaliger vaak mogelijk is. Ja. Het onderwerp levert ook bij de kijkers thuis, want er zijn kijkersvragen ingediend. Rut, welke vragen zijn er vanuit thuis gesteld? Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn diverse vragen gesteld, maar we hebben er 3 geselecteerd. En de eerste is van Politiek TV. En die wil weten, is de SGP voor een asielstop? Kees, is de SGP voor een asielstop? Nou, niet een totale stop, zoals bijvoorbeeld moties worden ingediend door de PVV. Niemand meer het land in. Daarvan zeggen wij nee. Er zijn ook mensen die, bijvoorbeeld christenen, die vervolgd worden in hun eigen land. Ik zou me schamen als ze zeggen, nee, maar we hebben hier een asielstop. Tegelijkertijd zeggen wij wel, als het echt om dat je hele grote aantallen hebt in een bepaalde periode, dan moet je wel degelijk ook ruimte hebben om te zeggen van, wacht even, wij kunnen dit op dit moment niet gaan verwerken en kijken of er een andere oplossing is. Vraag 2, Rut. Ja, de tweede vraag is van Johan. Hij vraagt zich af, hoe verhoudt migratie zich ten opzichte van identiteit van een land? Ja, dat is misschien een mooie vraag voor Jan. Dus hoe verhoudt migratie zich ten opzichte van identiteit van een land? Ja, kijk, een land is natuurlijk een soort met, ja, een verbeelde gemeenschap, hè, zoals sommigen dat verwoord hebben. Dus je kent al die mensen in een land niet, maar je hebt zoveel gemeen. En je hebt een soort beeld van die gemeenschappelijkheid. En bijvoorbeeld met voetbal of zo leeft dat wat op. Mm-hmm. Dus een verbeelde gemeenschap, zonder dat je elkaar allemaal kent. En dat veronderstelt eigenlijk, en ook de democratie veronderstelt eigenlijk, dat je een soort grootste gemene deler hebt van een aantal dingen waar je het over eens bent. En op het moment dat er heel veel immigratie is, dan zou dat een beetje kunnen gaan verwateren. Ja. Nou is dat heel moeilijk om dat hard te maken, maar bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid heeft op buurtniveau onderzoek gedaan een paar jaar terug. En daar zag je wel dat meer immigratie leidt tot minder buurtsamenhang. En zou dat een interessant element zijn om ook toetsing of toe te voegen, bij wijze van spreken, aan je asiel- of vluchtelingenverdrag, om te kijken van wat is de culturele verwantschap, zodat adaptatie in een samenleving gemakkelijker gaat? Dus dat je daar als selectiecriterium zou kunnen gebruiken? Ja, zou je kunnen doen. Maar ik ben sowieso, om even aan te haken op wat meneer Van der Staaij net zei, sowieso een voorstander van opvang in de regio. Je kunt veel beter in de regio, daar hebben we onze handen ook voor lang. Kijk, in Oekraïne nu, dat gaat er om miljoenen en miljoenen mensen. Veel beter de wereld in regio's onderverdelen. En dat Afrika, bijvoorbeeld de Afrikaanse Unie of een andere belangrijke Afrikaanse organisatie, het voortouw neemt met financiering uit rijke landen om de opvang lokaal te verbeteren. Mm-hmm. En ook, dan kun je heel veel dingen verbeteren. En, kun je met en dan de migratiestroom te beperken. En je moet niet vergeten dat het asielbeleid extreem hypocriet is. Want wij zeggen aan de ene kant, we hebben een verdrag waarin staat, jullie mogen komen, maar we willen de mensen eigenlijk niet hebben. Want we houden, anders konden mensen wel de boot nemen of het vliegtuig, maar we houden ze op allerlei manieren tegen. Daar hebben we een mooie daarvoor. Dat is dat kamp in Griekenland waar het helemaal niet goed gaat. Dus het is eigenlijk een heel hypocriet systeem. En er verdrinken heel veel mensen bijvoorbeeld in de Middellandse Zee, omdat we zeggen, je mag komen, verdrag, maar ook van, nee, willen jullie niet hebben. En dat is eigenlijk heel hypocriet. Dus we moeten van dat verdrag af, we moeten dat vervangen door iets wat beter werkt en eigenlijk ook humaner uitpakt. Ja, dit gaat een politieke discussie ook verder nog worden in het nieuwe jaar. Nog naar de derde vraag, Rut. Ja, de derde vraag is eigenlijk niet over dit thema, maar ik wil hem toch graag stellen, want het is wel eigenlijk een van de nieuwsitems die we misschien wel hadden moeten behandelen. Namelijk, Thomas zegt, de SGP stemde voor de pensioenwet. Wat gaf de doorslag? Kees,
Wat gaf de doorslag om de pensioenwet te hervormen? De doorslag gaf dat als wij het heel goed inhoudelijk hebben bekeken en ons natuurlijk ook van alle kanten laten adviseren, het nieuwe stelsel simpelweg beter is dan het oude stelsel. Dat moest vervangen worden, omdat er ook bijvoorbeeld hele lange tijd geen indexeringen was, dus dat terwijl het leven duurde werd, het pensioen niet omhoog ging. Het was gewoon echt aan vervanging toe. En we vonden al met al, we hebben goed gekeken hoe is het met de nabestaanden geregeld, hoe zit het met de uitvoerbaarheid, hoe is het met de positie van zelfstandigen. En op al deze punten scoort het nieuwe stelsel beter dan het oude. Mm. En dus voorgestemd. Ja. We moeten het gesprek helaas gaan afronden. Er zijn diverse thema's die ook in het nieuwe jaar weer het politieke debat zullen bepalen. Hartelijk dank voor het gesprek hier aan tafel. En elke uitzending staan we stil bij Politiek bij een Open Bijbel. Vandaag wordt dat verzorgd door de partijvoorzitter Dick van Meeuwen. Goedenavond. Ik lees u twee versen voor uit Lucas 2. Vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zal worden. Vers 7. En zij, Maria, baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen die er geen plaats was in de herberg. Het is kerstavond in het jaar 1538. In het huis van Maarten Luther zit het gezin met de kinderen en de altijd aanwezige gasten aan tafel. Luther was vrolijk en opgewekt gestemd. Zijn gedachten en gesprekken waren vol van het kerstfeest, de geboorte van de Heer Jezus. Er werden liederen gezongen, want Luther hield van zingen. Op een gegeven moment sprak hij met een diepe zucht: wat zijn wij mensen toch beklagenswaardig. Wij beseffen niet wat het kerstfeest eigenlijk is. Het is het allergrootste wonder van God. Namelijk, God zond zijn zoon naar deze wereld om zaligmaker te zijn. Wat zijn we toch lauw en onverschillig. Laten we luisteren naar het lied van de engelen, zei Luther. Ere zij God in mensen en welbehagen. Dat lied is een samenvatting van de hele christelijke godsdienst. Ere zij God in mensen en welbehagen. Dat is de top van Gods verering. God wordt verheerlijkt in en door de Heer Jezus Christus. Wij, gevallen mensen, eren God niet meer in ons leven. En dat zou wel moeten, want zo waren we geschapen. En daarom roepen die engelen ons, gevallen zondaren, weer tot het geloof in Christus. Om God alleen de eer te geven. Om in dit leven vrede te hebben met God en onder elkaar. Aldus Luther. Kerstfeest. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Het geschiedde in diezelfde dagen. Dit wonder gebeurde in een stal van een herberg in Bethlehem. Hadden de mensen het door? Nee. De herberg zat vol, want er was immers geen plaats voor Maria en Jozef. De mensen zaten misschien wel lekker te eten of te praten. Maar ze hadden niet in de gaten dat er vlak bij hen het grootste wonder uit de geschiedenis van de mensheid gebeurde. Ze merkten het niet op. Het geschiedde in diezelfde dagen. Dit wonder gebeurde in het Romeinse Rijk, waar keizer Augustus het bevel had gegeven om voor een volkstelling naar de plaats te gaan waar de familie vandaan kwam. Hij had helemaal niet in de gaten dat hij als machtigste man van de wereld meewerkte, mee moest werken eigenlijk, aan de geboorte van een koning. Een koning die alle keizers, koningen en machthebbers van deze wereld zou overtreffen. Dat is u nu ook nog waar, hoor. Soms lijkt je dat niet te kunnen zien. Soms denk je dat Poetin of Biden de dienst uitmaken. Wel nee, het is Christus die almachtig is, die alles weet, alles ziet en regeert over deze wereld. Het geschiedde in diezelfde dagen. Keizer Augustus kwam niet naar Bethlehem. En toch zou deze koning
de Heer Jezus een koninkrijk oprichtte binnen het Rijk van Augustus. Er zouden overal volgelingen komen van de Heer Jezus. Mensen die wel burger waren van het Romeinse Rijk, maar ze waren ook burger van het hemelse koninkrijk. Augustus besefte het niet. Hij wist ook niet dat hij, net als wij, dit kind van Bethlehem eens aan het eind van de wereldgeschiedenis als de Zoon van God als overwinnaar zou gaan zien. Het geschiedde in diezelfde dagen. Wat een wonder gebeurde daar in Bethlehem. Was het dan helemaal niemand die daar in die stal kwam kijken? Mensen die dit wonder wel begrepen? Daar zorgde God zelf voor. Hij opende ogen, harten van herders voor dit wonder. Die kwamen met haast kijken en ze aanbaden. En later de wijzen uit het oosten en nog veel meer mensen. Door Gods genade, die met ons lot bewogen is, zong Zacharias. Door Gods genade zouden in later eeuwen ontelbaar veel mensen overal in de wereld onderdaan van deze koning worden. Weet je waarom? Het kind heette Jezus. En dat betekent zaligmaker. En dat was hij ook. Ze hadden en hebben een zaligmaker nodig om hun zonden te vergeven. Die volgelingen van de Heer Jezus hebben hem lief gekregen. Hij is hun koning in de tijd en voor de eeuwigheid. En het geschiedde in diezelfde dagen. Zijn uw, jouw en mijn ogen al opengegaan voor dit allergrootste wonder? Bent u, ben jij al in Bethlehem geweest? Ik wens u en jou namens de SGP gezegende kerstdagen toe. Thank you.
Psalm 98, prachtig. Ja, we gaan verder aan tafel spreken over de energiecrisis en over de provinciale verkiezingen volgend jaar. En daarvoor zijn nieuwe mensen aan tafel aangeschoven. Sil van Houderman, je bent campagneleider voor de Provinciale Staten in Gelderland. Klopt. Welkom. En dan moet ik even naar je naam kijken, Arend Kisteman. Je bent voorman van de Nederlandse Brood- en Banketbakkersvereniging, ondernemersvereniging. Ja, klopt. Welkom, maar dus ook zelf de man die de bakkerij runt. Kon je je wel vrijmaken voor deze uitzending? Nou ja, voor jullie speciaal wel. Maar ik moet zeggen, de nachten zijn kort en deze nacht wordt heel kort. Die gaat komen, maar nee, we doen het graag. Ja. Hoe zien deze dagen er nu uit? Hoe laat moet je er morgen staan? Mijn collega's of mijn werknemers zijn begonnen al om 7:30 net. Dus ik heb net nog snel de lijst even doorgeappt nog voor de bestellingen. En in principe, wij werken nu gewoon rond de 14, 15 uur per dag. En dat doen we 5, 6 dagen in de week. En eigenlijk doe je dat de laatste 3 weken van het jaar ongeveer. Ja. Is het een mooie periode, altijd, elk jaar? Ja, het is de klus met z'n allen klaren. Dat is gewoon prachtig, weet je. En al die bestellingen en die duizenden stollen. En je kunt zo gek niet verzinnen. En dan hebben we de kerst gehad, dan gaan we naar de oliebollen toe. Ja. En het is, je bent blij als het januari is. Maar het is ook altijd wel, gewoon om dit met z'n allen te doen, is echt wel leuk. Ja. Is het nu een ander jaar door de energiecrisis? Voor mij persoonlijk, mijn bedrijf niet, zeg maar. Want ik heb gewoon het geluk dat mijn contract nog doorloopt tot 2024. Dus ook bedrijven kunnen langlopende contracten nog wel hebben? Ja, want ik heb hem bijvoorbeeld in 2020 afgesloten al. Hmm. En toen de tijd steeds met een jaar verlengd, omdat ik iemand die me adviseerde om dat te doen. Dus ja, dat geluk had... Goed advies gehad. Ja, die had goed advies. Hoe ziet dat er in de rest van de branche uit? Ja, heel slecht, zeg maar. We hebben toch steeds over 50% van de ambachtelijke bakkers, ongeveer 1600 in Nederland zijn dat er, waarvan hun contract per januari afloopt. Mm-hmm. Lange termijn contracten kan wel, maar het is niet te betalen. Dus je gaat dan op dagprijzen zitten. En de dagprijzen liggen momenteel 4, 5 keer hoger dan wat je in 2021 betaalde voor je stroom. Dus in principe ga je, als je 1000 euro per maand betaalt, ga je ongeveer de 5000 euro per maand toe. Nou, reken maar uit. Dus ben je als kleine ondernemer 40.000, 50.000 euro meer kwijt aan energiekosten. Ja. Ja. Stel dat de overheid niets had gedaan, niets gaat doen. Wat betekent dat voor de branche? Sinds de zomer tot aan nu zijn er 32 bakkerijen gestopt of failliet gegaan. Je hebt ongeveer 60 winkels. Dat zal dan in dit tempo door blijven gaan. Ja. Dus vanaf januari zal het alleen maar erger worden. Ja. En komt dat echt door de energiecrisis? Want wat mij ook opvalt, grote winkelketens hebben natuurlijk ook een hele industrie als het ware, ook rond brood en banket. Of is dat een Het is niet sect energie. We hebben natuurlijk al te maken door de oorlog in Oekraïne met tarweprijsstijgingen. Mm-hmm. Zeg maar 30% begin dit jaar. Zal begin volgend jaar nog een keer 20% waarschijnlijk weer opkomen. Die heb je mee te maken natuurlijk. Stijging van de energielasten hakt daar natuurlijk vervolgens op in. Reken je dat door naar de klant? Die energie is niet te doen. Nee. Dat is niet te doen. Dat is gewoon, kijk, je hebt het over 25, 30 cent op een brood. Als je dan de tarweprijsstijging er nog een keer daarvoor al had, is ook ongeveer 10, 15 cent. Er zit ongeveer 45 cent wat je over hebt. De lonen gaan omhoog. Het minimumloon gaat natuurlijk op 1 januari omhoog. De werkweek in ons geval gaat van 38 uur naar 36 uur. Maar mensen gaan niet minder werken, dus ze moeten meer betaald worden. Het is eigenlijk niet te doen. Het is klap op klap. We komen uit corona natuurlijk. We mochten wel open blijven, maar als je aan horeca levert, in mijn geval 40% van mijn omzet is aan het derde kanaal. Dus ik heb 2 jaar lang 40% minder omzet gehad. Dus je hebt geen reserves. Nou ja, dan kunnen we even doorgaan zo. Het zijn heel veel familiebedrijven volgens mij ook wel in de branche, toch? Van boeren wordt het terecht gezegd natuurlijk. Hè, van het is meer dan alleen een baan. Het is ook een manier van leven. Dat kom ik soms, als je die verhalen hoorde van de bakkers, als het misdreigt te gaan bijvoorbeeld, ook wat een impact dat soms op hele gezinnen en zo heeft. Het is enorm. Als ik in mijn eigen bedrijf, ik heb 12,5 geleden begonnen, maar bij mij komen al mijn neefjes en mijn nichtjes, iedereen die staat nu klaar, zeg maar. Morgenochtend heb ik weer een paar neefjes die met de auto rond gaan rijden, dus volle. Het is echt heel normaal. Dat hoort er een beetje bij. Het is van opa op zoon, een klein bedrijf die 100, 120 jaar bestaan, die in één klap omvallen omdat ze net hun contract niet op het goede moment hebben afgesloten. Ja. Dus dat is wel een... Wat moet de overheid doen? Wat heeft de overheid gedaan? En wat hebben we natuurlijk gedaan? Dat is ook een van de redenen dat ik hier aanschrijf. We hebben de tag gekregen, de tegemoetkoming energiekosten. We hebben als ambachtelijke bakkers enorm gelobbyd sinds zomervakantie. Ook veel met Christoffer natuurlijk contact gehad in dat hele traject. Er is een tag gekomen.
nagenoeg goed. Hè. Er zit nog één probleempje in die hele in die tech. Er zit een prijsdrempel in. En ligt eigenlijk te hoog, zeg maar. Dus dat ligt toch op de... Voordat we aan die prijsdrempel komen... Het is een heel technisch verhaal, ik zal het een beetje buiten. Maar eigenlijk voordat we aan die prijsdrempel komen... en voordat het gecompenseerd gaat worden... gaan je energielasten nog een keer 4 keer 5... voordat de compensatie gaat plaatsvinden. Dus nu heeft de minister wel gezegd... afgelopen week begreep ik van... we gaan het polsen, we gaan kijken hoe het ervoor zit... en als het toch niet goed is... dan gaan we wijzigingen aanbrengen. Maar dat betekent wel dat er alsnog bakkers failliet zullen gaan in die tijd. Omdat dan... Het moet eerst gaan lopen en dan pas gaan de aanpassingen komen. Ja. Sommige mensen zeggen, ja, die energiecrisis is ook een stimulans om snel te verduurzamen. Hoe is dat voor jullie sector, als iedereen op elektra zou overschakelen? 80% bakt nog op gas. Een oven kost een aanschaf ongeveer €75.000. Een gemiddelde bakker heeft rond de 3 ovens staan, dus €225.000. Je schrijft hem met 10 jaar af. Je verwacht dat hij ongeveer 20 jaar meegaat. Dus stel dat het ideaal plaatje is, je bent net toe aan nieuwe ovens... Mm-hmm. Dan moet het netwerk het aankunnen. Nou, het netwerk, ze kennen allemaal in Nederland, zit vol overbelast. Dus je kunt niet op elektriciteit over. Er zijn dorpjes waar überhaupt geen grootverbruik aansluiting is. Hè, dus dan moet je dat zelf nog regelen. Kost ongeveer 1,5-2 ton om dat te doen in jouw dorp. Ben je zo 4,5-5 ton verder om dan een oven te gaan gebruiken... die in verbruik met elektriciteit er altijd duurder is dan gas. Want een gasoven verbruikt technisch gezien minder, zeg maar. Dus één grote spagaat waarin we zitten. Dus we kunnen niet verduurzamen. Het geld is eigenlijk al op. En we moeten overstappen, maar het kan niet. Ja, ja. Dus, heb je een vraag nog richting Den Haag? Of als je naar wat verdere termijn kijkt? Of, nee, ja, kijk, we hebben natuurlijk enorm een goede regeling gekregen. Althans, nagenoeg heel. Daar zijn we hartstikke blij mee. Nou, die kan je Christoffer ook even... Deze week nog heel veel contact gehad. Ja. Want toen die regeling naar buiten kwam... probeer alsjeblieft die drempel aan te passen. Als dat lukt... Dan zijn we gewoon heel ver, zeg maar. Dus juist kleine ondernemingen, dat begreep ik van Chris ook... was ook heel veel benaderd door kleine ondernemingen... die in eerste instantie ook zeg maar juist geen gebruik konden maken van die regeling. En dat toen door ook de politieke druk eigenlijk het ook gelukt is... om in ieder geval zo'n 20.000 bedrijven meer in aanmerking te laten komen voor die regeling. Eerst was ook die drempel was die 12%. En dat is samen met jullie is dat gelukt om die naar 7% te krijgen. En dat was al enorm belangrijk. Hm. Ja, nu zou het mooi zijn als we volgend jaar... die laatste stap nog kunnen zetten. En dan en het gaat niet alleen om de bakkers. Het gaat om alle kleine energie-intensieve bedrijven. Hè. Dus de stomerijen, noem het maar op. Zeg maar. Dus er zijn er veel meer. Ja. De consument is denk ik uiteindelijk toch ook het belangrijkste. Wil hij ervoor betalen en blijft hij naar jullie toe komen? Dus is dit daar ook een als hier meer draagvlak voor is... om voor de bakker te kiezen in plaats van voor het grootwinkelbedrijf, zeg maar... zou je het daarmee ook redden? Als de consument nu massaal naar ons zou toekomen... maar in die end, je moet gewoon je bruto winstmarge draaien op je product, zeg maar. Ja. Dus je zult die prijzen moeten verhogen als de klant dat vervolgens gaat betalen. Alleen we zitten nu in een oneerlijke concurrentiepositie... dat supermarkten de prijzen gaan verlagen. Hè, om die klant, verlagen? Ja, verlagen. Om die klant daar binnen te halen. Wij moeten verhogen. Kunnen we eigenlijk niet. Want dat, het gat wordt groter. Dus dat is ook het hele probleem in dit moment waarin we nu zitten, zeg maar. Ja. En dat raakt ook weer gelijk, als je niet oppast, ook het hele voorzieningenniveau in dat landelijk gebied. Hè? Dat je dan weer juist ook ziet van, nou ja, de slager en de bakker verdwijnen. En de bushalte is eigenlijk niet meer rendabel. Ja. En die boerderijen die krijgen te maken met de stikstofproblematiek. Dat zag je het afgelopen jaar ook wel sterker worden. Soms die kloof tussen stad en platteland, een landelijk gebied. Hè? En dat je ook juist voor het voorzieningenniveau dus ook oog moet houden. En er spelen dit soort dingen ook allemaal weer in mee. Ik denk dat Silvan een genieus idee heeft. Voor, nee, ja, Kees, die kan geweldige bruggetjes maken, blijkbaar. Nee, maar inderdaad, als je kijkt ook... ik zit natuurlijk namens de provincie. Als je ziet dat landelijk gebied wat die aan voorzieningen moet inboeten af en toe... Dus inderdaad OV, maar ook gewoon aan winkels... dan denk ik dat ook de provincies hier nog wel een belangrijke stap kunnen zetten. Alleen ja, het is niet te doen met... Nou, we hadden het er voor die tijd al een beetje over... met alleen maar potjes en kleine tijdelijke oplossingen. Het moet structureel moet het goed zijn. Ja. En daar moeten landelijk en provinciaal denk ik ook wel een beetje... Nou, misschien al beter samenwerken dan dat er nu al gebeurt. Ja. En moet er structurele oplossingen komen. Ja. Ja. Je bent campagneleider voor de Provinciale Statenverkiezingen, maart volgend jaar. Je hebt ook in Barneveld de lokale verkiezingen gedaan. En we hebben ook beeld van hoe dat eraan toe ging in Barneveld. We zijn hier op de markt, midden in Barneveld. We gaan het hebben over de woningnood. Dat is een belangrijk thema, want kunnen alle Barnevelders nog wel een betaalbare woning vinden? Nadine gaat het aan ze vragen. Mag ik u eens vragen, mevrouw? Heeft u een fijne woning in Barneveld? Hele fijne woning. Oh, wat fijn. Heeft u een fijne woning in Barneveld? Ja.
Ja, gelukkig. Heb je een fijne woning in Barneveld? Ik heb een hele fijne woning in Barneveld. Gelukkig. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dit ook willen en niets kunnen krijgen. Merk je dat in je omgeving? Door de krapte op de woningsmarkt? Ja, wij zijn zoekende, maar inderdaad, we moeten wel echt tussenkomen. Ja. Nou ja, ja, goed. Eigenlijk moet het een beetje opschuiven. De ouderen dan weer uit het huis en dan... Weet je, dat de jongere generatie dan weer door kan stromen. Ja, een maar beetje ja, een duurzame oplossing. Dat ja. Ja, ieder mens die wil een huisje hebben. Ja, het is overal sinds te wachten op de woning. Ja. Gewoon bouwen, hè, meer niet. Gewoon bouwen. Ja. Ik denk ook kijken naar een betere verdeling van de doorstroom. En... Komt dat er veel mensen dan alleen wonen? Ja. Dus want toch moeten gewoon weer bejaardenhuizen bouwen. Meer bejaardenhuizen bouwen? Ja, dan, kunnen, nou, dan komen er weer een hoop huizen leeg. Makkelijk zat. Ja. Meer goedkope woningen voor jongeren, maar ook voor de wat ouderen. Ja, die ook op zoek zijn. Ja, 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 want ik bedoel, ik heb een woning met 4 slaapkamers. Ja. Die heb ik eigenlijk niet meer nodig. Nee. Maar dat zou ook fijn zijn als wij ook iets zouden kunnen krijgen wat voor ons goed zou zijn. Dus dat helpt dat de doorstroming ook beter. Precies, de doorstroming. Ja, en wat wil de SGP nou doen aan de krapte op de woningmarkt? Nou, dat is een heel goed punt. Wij willen als SGP ons daar heel erg sterk voor maken. Niet voor niets is onze verkiezingsslogan bouwen en bewaren. De komende jaren moeten er duizenden woningen worden gebouwd. Vooral voor jongeren en ouderen. En daar willen we mee aan de slag. En daar willen we ook zorgen dat er voldoende doorstroom is, zodat iedereen een goede plek vindt. En ben je het hier ook mee eens? Stem dan op 16 maart SGP. Nou, die campagne die heeft geholpen. Jullie zijn toen van 8 naar 10 zetels gegaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe ga je voor 20% groei in de Staten zorgen? Ja, dat wordt een uitdaging. Nou ja, in zetelaantal, als je een zetel groeit, dan is het procentueel natuurlijk wat harder dan van 3 naar 4 en 8 naar 10. Maar ja, er zijn natuurlijk dingen die je inderdaad hiervan meeneemt. Je ziet dat online natuurlijk wel echt gewoon een vlucht heeft genomen, zeg maar, om dat in te zetten. Daar zetten jullie veel op online campagne? Ja, ja, we hebben... Ja, verschillende media die je natuurlijk daarvoor kunt gebruiken. Iedereen wel bekend natuurlijk, gewoon de social media. Maar diezelfde producties die je maakt, dus je videoproducties maakt, kun je ook weer gewoon op de standaard campagneavonden laten zien, zodat ze een dubbel functie hebben. Hoe verbind je dat digitale met met mensen die bijvoorbeeld misschien ook veel minder op social media aanwezig zijn? Heb je daar ervaring mee? Je hebt natuurlijk altijd een beetje de twee kanten, zeg maar. Het mooiste is als het elkaar verbindt. Dus dat de mensen op de ene plek de SGP terug zien komen. En dan ergens, stel ze gaan zitten op social media, dat ze zien van hey, er komt hetzelfde verhaal terug. Ja. Je hebt dus ook de mensen inderdaad, en dat een deel ook in onze achterban, die er helemaal niet meer doen. En ja, die zul je toch moeten bereiken door bijna oldschool het land in te gaan. De markt op te gaan, avonden te organiseren en posters op te hangen. Ja. Daar hadden jullie ook ervaring mee, geloof ik, hè? Met de Instagram-actie die je vervolgens... Het was zo. In Barneveld heb je een lokale partij, Pro 98. Dat is een samenvoeging van PvdA, een Pro Barneveld en D66. En die hadden als slogan eigenlijk ja, natuurlijk. En dan hadden zij posters met een karikatuurfiguur, zeg maar. En daar stond dan een item wat zij belangrijk vonden. En daar stond dan onder ja, natuurlijk en dan stem Pro 98. Nou, dat vonden wij ook wel leuk, want met één letter verschil kun je dan het verschil maken. Van ja natuurlijk, naar onze lijsttrekker Jan Top, ga je naar Jan natuurlijk. Dus we hadden een foto van Jan hadden we gefotoshopt tot zijn karikatuur. Die hebben we in dezelfde stijl op een poster geplakt. En we hebben al onze borden, zeg maar, in Barneveld, Kootwekkerbroek, Stroe, overal waar het was, hebben we die poster opgehangen. Dus waar stemt u op in Barneveld? Jan natuurlijk. En dan in de stijl van Pro 98, maar duidelijk met een SGP-tintje gedaan. Hoe heet de lijsttrekker van de Provinciale Staten? Want dan kan je misschien alvast... Klaas Ruitenberg. Ja, wordt iets lastiger. Klaas klaart de klus. Afwachten wat de rest gaat doen. Dus. En dan, Maar het enthousiasme en de creativiteit is wel heel mooi om te zien. We zagen bij de gemeenteraadsverkiezing ook heel veel jonge mensen die zich ook daar enthousiast voor inzetten. Er kwam heel veel los. Dus, het is fantastisch als we dat ook weer weten mee te nemen richting de statenverkiezing. Ja, en blijft mooi is de voorpret natuurlijk ook uiteindelijk uitmond in een leuke campagne met elkaar. Kees, de Provinciale Staten, eigenlijk één op één een vertaling, althans, via die Provinciale Staten naar de Eerste Kamer. En dat is voor de SGP ook echt van belang.
Absoluut. En je zag natuurlijk ook al, nou, net eerder in deze uitzending, een stuk vanuit Peter Schalk in de Eerste Kamer. Daar gaat het ook over allerlei medisch-ethische onderwerpen. Waar je zegt, het is heel belangrijk om ook onze inbreng, christelijke inbreng op die onderwerpen te hebben. Dus het doet er echt toe. Het gaat wel ergens over. Zowel voor het werk in de Staten. Maar besef echt dat je daarmee ook weer die Eerste Kamer kiest. En alle wetten gaan ook langs de Eerste Kamer. Die moeten uiteindelijk ook overal ja tegen zeggen of nee tegen zeggen. En we zien natuurlijk ook dat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dus elke stem ook in de Eerste Kamer kan echt ook doorslaggevend zijn. Ja. Dat het verleden en het kan enorm veranderen. Want destijds Forum voor Democratie en nu JA21 die heel veel zetels bezetten. Maar dat is met de vraag hoe dat zich weer ontwikkelt. Dus heel de Eerste Kamer kan er behoorlijk anders uit gaan zien. Ja, absoluut. Het is weer een totale verbouwing die we krijgen. Ook van die Eerste Kamer. Die, de samenstelling ervan. Groot deel boerburgerbeweging waarschijnlijk. Ja. En dus ook van belang om ook in je eigen omgeving misschien, als je nu naar deze uitzending kijkt, ben je politiek geïnteresseerd. Maar er zijn ook mensen die zijn druk met heel veel andere dingen. Maar trek ze wel aan het jasje en probeer ze te overtuigen om wel ook echt te gaan stemmen. Driedubbele stem dit keer dus, ja. We hebben een koor uit Gelderland. Als je ze, ik weet niet of ze SGP stemmen, maar als je ze moet overtuigen, wat zou je ze mee willen geven? Nou, dat ons statenlid Gerrit Averdes zich pas in de commissie nog hard gemaakt heeft voor cultuur en erfgoed. Dat er niet al te veel naar de grote orkesten gaat. Maar ook gewoon naar, nou ja, net als met topsport en breedtesport, ook nog naar de Gelderse koren gaat. Dus ja, als jullie meer van dat geluid willen horen, dan zou ik je van harte uitnodigen. Nee, maar inderdaad, in Gelderland is het natuurlijk, kijk, je had het net over medisch-ethische dingen. Die komen niet terug in een platform als de Staten. Die zijn daar minder van belang. Maar er zijn wel op cultuur en erfgoed natuurlijk dingen. En ook de stikstofcrisis is natuurlijk... Maar wel de ruimte, ga je met de ruimte om. Hè? Het puzzelen in de polder hadden we pas een congres. Hebben de provincies echt een hele belangrijke rol in. Waar ga je wonen? Ja. Waar heb je ruimte voor bedrijvigheid? Hoe gaan we... Geef een toekomst aan onze boeren. Dat zijn allemaal punten die wel op het spel staan. Dat was pas was een oordeelsvorming. En toen kregen we dus vanuit het GS te horen dat als alle ambities uitgevoerd willen worden, dat we dan 1,8 keer Gelderland nodig hebben. Ja, dat is onmogelijk. Dus er moeten harde keuzes gemaakt worden. En als SGP hebben we daar natuurlijk wel... We hadden het net al over het buitengebied, over de voorzieningen daar. We hebben het over de boeren gehad. We hebben wel ons wensenlijstje klaar in die puzzel, zeg maar. Kijk. Belangrijk om dat te laten horen. Veel succes in die campagne. In het voorjaar gaan we er ook zeker weer aandacht aan besteden in Studio SGP. Kees, ik begreep ook dat de financieringsstroom mogelijk van partijen wat gaat veranderen in de toekomst. Dus het wordt minder bepalend. Je ledenaantal ten opzichte van je kamerzetels, als ik het goed begreep. Is daar een wet over aangenomen? Ja, er is inderdaad ook weer een verandering vanuit de financiering van politieke partijen. Maar hoe dan ook, stemmen zijn daarvoor ook dus en lidmaatschap, belangrijk. Denk ik ook. En lidmaatschap. Dus ook, inderdaad, er is meer dan stemmen alleen, ook door lid te worden. Kan je op die manier ook weer invloed uitoefenen op het geluid van de SGP. Doe je ook mee, steun je ook mee. Dus ook van harte aanbevolen om nog de lidmaatschapsaanvraag de deur uit te doen. Ik begreep via mijn oortje dat het zelfs in beeld komt hoe je kan aanmelden bij de SGP. Dus zit je te kijken, ben je nog niet lid? Je kan gelijk online aanmelden. Ondertussen zijn er kijkersvragen. Rut, wat voor vragen heb je voor ons? Ja, dat klopt. Ik heb weer twee vragen geselecteerd. De eerste vraag is van Jacco Jansen. Die wil weten, wat wil de SGP gaan doen om het woningtekort op te lossen? Kees, het woningtekort oplossen. Wat gaat er gebeuren als het aan de SGP ligt? Bouwen is natuurlijk een hele belangrijke... Dat klinkt heel simpel, maar het is wel ook absoluut waar dat we natuurlijk te weinig woningen gebouwd zijn. Dus dat daar ook achteraan gezeten wordt, is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke manier om ook simpelweg meer mensen te kunnen herbergen. En even gelijk scherp maar, D66 zegt minder boeren, dan ontstaat de stikstofruimte die we daar niet in benutten om te bouwen. Steun je die lijn of sta je tegenover de D66? Nee, natuurlijk niet door op die manier landbouwgrond allemaal in te pikken. Dus ook, maar kijk, provincies hebben daar ook weer een rol in. Er waren ook provincies die bijvoorbeeld zeiden van ja, we willen bepaalde gebieden geen mogelijkheid hebben, geen kernen om zich verder te ontwikkelen. Terwijl je eigenlijk zegt, wij zijn niet voorstander van een grote groeistad in een polder, maar geeft nou ook wel wat ruimte, maar ook voor kleine kernen die dat willen, om die ook wat meer lucht te geven. En ja, soms zaten de provincies daar ook weer heel sterk op de rem. Hè? En dus je kunt met Den Haag en de provincie natuurlijk ook weer samenwerken. Want als Den Haag nu zorgt voor een mooie treinverbinding vanuit Barneveld zo door naar Stroe, zeg maar, ja, dan kunnen we in Stroe natuurlijk ook weer wat meer bijbouwen. Niet zoveel als dat ooit bedacht is door de provincie, maar
Dan kun je zo de je niet alleen campagne voeren, maar alvast onderhandelen zelfs. Ja, openbaar vervoer is natuurlijk ook wel een hele belangrijke. Ja. Bij, absoluut, ook in de ontsluiting van gebieden. Volgens mij was er nog een vraag, Rut. Ja, dat klopt. We hebben nog een vraag van Thomas. Die vraagt, hoe wordt er na dit veelbewogen jaar tegen de samenwerking met de CU aangekeken? Als we bijvoorbeeld kijken naar de samenwerking in Groningen, in Europa of in Noord-Brabant. Ja, in opmaat naar verkiezingen en ook provinciaal samenwerking met CU. Hoe zit de SGP daarin? Ja, dat is natuurlijk lokaal en provinciaal verschillend. Er zijn ook zeg maar provincies zoals in Noord-Brabant waar er wel samengewerkt wordt. En andere plaatsen waar er, zoals Groningen, ook weer juist met een eigen lijst wordt gekomen. Omdat daar onvoldoende ruimte was om gezamenlijk ook met een lijst te komen. Wat dat betreft een beeld in verscheidenheid in Europa. Is die samenwerking uiteindelijk ook gestrand? Komt het erop neer dat we met eigen lijsten gaan komen? Laten we ieder in ieder geval vanuit onze eigen overtuiging hier ons sterk maken voor de punten die ertoe doen. Dank. We moeten dit gesprek gaan afronden. We gaan zo verder luisteren naar muziek. Maar u kunt ook deelnemen aan een heuse quiz die we nog in deze uitzending hebben. Dus zorg dat u vast uw mobiel bij de hand hebt. Want na een muzikale bijdrage, zometeen van het Gelders Mannenensemble, gaan we naar een quiz toe. Dus zorg dat u uw mobiel bij de hand heeft. Zometeen wordt uitgelegd wat u dan moet doen. En gaan we eerst luisteren naar de bijdrage van het Gelders Mannenensemble. Thank you.
Ja, wat mooi om zo tijdens deze uitzending ook te zingen van het helsfeit van kerst. Maar zoals ook al gezegd, kijken we niet alleen naar kerst deze uitzending, maar ook terug op het afgelopen jaar. Daarom gaan we nu zo dadelijk met elkaar een quiz spelen met vragen over het afgelopen jaar. En u kunt thuis meespelen door te gaan naar slido.com of door de QR-code die in beeld staat te scannen. En dan de code invullen, #StudioSGP. Deze quiz is er ook een prijs te winnen, namelijk een echte SGP-trui. Dus doe je best en doe mee met de quiz. De quiz is een vrij nieuw onderdeel van Studio SGP. Dit is de tweede keer dat we hem spelen en de eerste keer dat u thuis ook mee kan doen. We wachten even totdat er heel veel mensen zich aangemeld hebben. Oh, ik zie trouwens al dat er al zelfs 260 mensen zich aangemeld hebben. Ik geef mensen nog even de tijd om aan te melden, ondertussen ook uitleggen hoe het eraan toe gaat. De quiz gaat, zoals ik al zei, over het afgelopen jaar. We hebben 6 vragen. En na die 6 vragen zullen we kijken wie onze winnaar is. Dat zal iemand zijn die zo snel mogelijk, zo veel mogelijk antwoorden juist heeft gegeven. Dus als u een vraag in het scherm ziet staan, geef gerust direct antwoord. Want wie weet wint u de trui dan wel. Laten we gaan naar de eerste vraag. Voor welke vogels is vogelgriep de grootste bedreiging? De vogelgriep was dit jaar het eerst het hele jaar rond. En dit heeft ertoe geleid dat veel vogels geruimd werden en ook veel vogels opgehokt moesten zitten heel het jaar. Voor welke vogels was het nou de grootste bedreiging? Vogels in gevangenschap, vogels in de natuur of voor alle vogels? We wachten even totdat iedereen gelegenheid heeft gehad om zijn antwoord in te vullen. Kijk, het gaat goed. Laten we gaan kijken welke antwoorden er zijn gegeven. Oh, dat is een heel diversiteit aan antwoorden. Maar gelukkig hebben de meeste mensen het goed. Het is namelijk inderdaad voor alle vogels. Laten we naar de tweede vraag gaan. Op welke datum brak de oorlog in de Oekraïne uit? Er zijn momenteel 85.000 Oekraïners in Nederland. Die zijn gevlucht uit hun eigen land omdat Rusland binnenviel. Op welke datum viel Rusland de Oekraïne binnen? Was dat 24 februari, 8 april of 19 juni? Laten we gaan kijken wat het antwoord is. De meeste mensen hebben als antwoord gegeven 24 februari. En dat is inderdaad correct. Dus we gaan door naar de volgende vraag. Welke coronamaatregel werd vooruitlopend op verdere versoepelingen per 15 maart al afgeschaft? Ruim 2 jaar na de maatregelen zijn er op 23 maart dit jaar de coronamaatregelen afgeschaft. Het gaat dan om mondkapjesplicht, thuiswerkadvies, QR-code voor toegang en het strenge testbeleid. Maar welk van deze maatregelen verviel nou al op 15 maart? Laten we gaan kijken naar het antwoord. Het antwoord die het meest gegeven is, is de mondkapjesplicht. En dat is inderdaad het correcte antwoord. We zijn nu al op de helft van de quiz. We gaan naar vraag 4. Met welk voorstel kwam de SGP op 1 april in het nieuws? Inhoudelijk politiek werk wordt wel eens afgewisseld met een grapje. En zeker op 1 april is het al lange tijd traditie van de SGP om wat ludieks te verzinnen. Wat was dat dit jaar? Was dat dat meiden eerder mogen afrijden dan jongens omdat ze eerder volwassen zijn? Was dat een toeslag voor ouders als ze hun eerste kindje krijgen? Want alles is al zo duur en je moet zoveel aanschaffen. Of is dat een snelspreekcursus voor Kamerleden zodat de vergaderingen wat korter zijn? Ik ben benieuwd. Wat is het antwoord?
Ik zie een heel divers antwoord. Namelijk 3% heeft antwoord A gegeven. 57% heeft antwoord B gegeven. En 39% heeft antwoord C gegeven. Nu is het wel zo dat het tweede antwoord wel ergens is teruggekomen. Namelijk, dat heeft een keer in het verkiezingsprogramma gestaan van de Tweede Kamer. Maar dat was niet de 1 april grap van dit jaar. Dat was namelijk antwoord C. Een snelspreekcursus. We gaan naar de vijfde vraag. Wat is de laatste officiële daad van Queen Elizabeth? Was dat het uitspreken van de troonrede, de kroon overdragen aan prins Charles, of benoemen van Liz Truss als premier? Queen Elizabeth is op 8 september overleden op 96-jarige leeftijd. Wat is de laatste officiële daad die zij nog heeft gedaan voor kort voor haar overlijden? We kijken naar de antwoorden. Het meest genoemde antwoord is inderdaad het correcte antwoord. Zij benoemde als laatst Liz Truss als premier. Dit was de 15e premier tijdens haar regering. We gaan alweer naar de allerlaatste vraag. Dus als je denkt van, het ging nog niet zo lekker, doe dan nu vooral je best. Want wie weet maak je het verschil nu nog en win je die SGP-trui. De laatste vraag is, waarom mocht er van de provincie Gelderland met een paintballgeweer op de wolf geschoten worden? Was dat omdat de wolf te tam is geworden? Omdat grijs een saaie kleur is? Of omdat de wolf te veel vee had aangevallen? Sinds de wolf in Nederland is er sprake van veel overlast. En nu zijn er al meerdere wolven en de overlast neemt alleen maar toe. Maar omdat de wolf beschermd is, mag hij niet afgeschoten worden. Maar wat was nu de doorslaggevende reden om toch met een paintballgeweer op wolven te mogen schieten? Ik ben benieuwd of iedereen dit antwoord goed heeft. Laten we naar de antwoorden kijken. Veel mensen geven aan dat de reden is dat de wolf te tam is geworden. En dat is inderdaad de doorslaggevende reden geweest. Dit was de laatste vraag. Dus dat betekent dat we al bijna naar de eindstand toegaan. Nog één ding wat ik hier over deze vraag wil zeggen. Inmiddels is het helaas alweer verboden. Of helaas, het is weer verboden om met een paintballgeweer op de wolf te schieten. Dus dit is een feitje wat alweer voorbij is. Laten we naar de eindstand gaan kijken. Ik zie hier op het scherm dat met 44 seconden Adriaan de winnaar is van deze quiz. Nou, Adriaan, hartelijk gefeliciteerd. Er komt straks in jouw beeldscherm, als het goed is, een vraag te staan. Wat is je mailadres? Vul die dan even in. Dan neem ik contact met je op om af te spreken welke kleur trui je wil, de oranje of de blauwe, en welke maat je hebt. Dan zullen wij hem naar je opsturen. Dit was in ieder geval de quiz voor deze keer. We gaan weer terug naar Jacques. Ja, Kees, er zat een 1 april grap in het verkiezingsprogramma volgens heel veel kijkers, als ik het goed begreep, over die bonus. Dat was inderdaad de quiz. Adriaan, gefeliciteerd met de winst. Arend, je moet zo dus weer terug richting de bakkerij. Waar moet je naartoe? Ja, dat is Zwolle. Zwolle? Morgen nog een stukje rijden nog. Ja, en hoe laat gaat het morgen de wekker? Nee, ja, dat ligt er een beetje aan dat ik thuis ben. Maar ik denk als ik een uur kan slapen, dat ik dan zeer tevreden ben. Maar we gaan het zien. Heel veel dank dat je hier dan wilde zijn. En, ja, leuk fijn dat we hier het gesprek konden voeren. We gaan aan deze tafel het gesprek afronden. Maar de uitzending is nog niet afgelopen. We hebben zometeen een mini-concert van het Gelders Mannenensemble. En dat wordt afgewisseld met de kersttoespraak met Kees van der Staaij. Ondertussen ook een gerenommeerd item elk jaar. Hartelijk dank voor het kijken. We zijn hier het nieuwe jaar weer met Studio SGP. De eerstvolgende uitzending zal in teken staan van de Provinciale Statenverkiezingen. En dat zal dan vanuit Zeeland zijn op de Heuvelente 10 maart. Vanaf het nieuwe jaar elke week ook weer SGP-journaal vanuit Den Haag. Dus ook via het kanaal is er elke week in het nieuwe jaar weer nieuws genoeg te zien vanaf het SGP-front. Hartelijk dank voor het kijken, hartelijk dank voor het gesprek hier aan tafel. We gaan luisteren naar het mini-concert. En dat is het programma is ook te zien in beeld. Dat kunt u downloaden, wat de nummers zijn die gezongen worden. En daar afgewisseld met de kersttoespraak van Kees van der Staaij. Nu het Gelders Mannenensemble.
Yeah.
Beste mensen, hoe kijkt u, hoe kijk jij terug op het alweer bijna vervlogen jaar? Ik besef dat de meesten dan niet allereerst aan politiek denken. Nee, het meest blijven toch persoonlijke gebeurtenissen hangen. Vreugdevolle, als je bent getrouwd, eindelijk een nieuw huis hebt gevonden of een kindje of kleinkind kreeg. Maar ook verdrietige gebeurtenissen kunnen ons leven stempelen. Ik denk aan ernstige ziekte of het overlijden van iemand die je na aan het hart lag. Ook in mijn familie heb ik van nabij meegemaakt dat plotseling een zwager uit het leven werd weggerukt. Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Je wordt er stil van als je de verhalen hoort van christenen die in bijvoorbeeld Noord-Korea of Nigeria vervolgd, vermoord worden. Of om dichter bij huis te blijven, aangrijpende verhalen van mensen uit Oekraïne die van de ene op de andere dag alles achter moesten laten, op de vlucht naar een onbekende en onzekere toekomst. Ook wij hebben dagelijks nog te maken met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het hele leven is duurder geworden, zoals de gasprijzen, ons dagelijks brood en veel andere levensmiddelen. En zeker, als je toch al niet ruim had, en dat zijn meer mensen dan we denken, kan dat echt zwaar vallen. Een zwaar jaar vol onzekerheid was het ook voor veel boeren. Bemiddelaar Johan Remkes zei dat hij oprechte wanhoop in de ogen van redelijke mensen had gezien. Dat was veelzeggend. Als we verloren vertrouwen willen terugwinnen, kan het alleen door mensen weer echt perspectief te bieden, begrip te tonen. Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Mooi dat we zo tegen het einde van het jaar weer toeleven naar kerst. En wat zou het goed zijn als we met al onze verschillende verhalen elkaar zouden vinden rondom het geopende woord van God, rond de krippen van Bethlehem. Is het niet bijzonder dat op zoveel plaatsen in deze wereld dezelfde verhalen te horen zijn? Niet alleen nu, maar ook in de eeuwen voor ons. Afgelopen week hebben we in de Tweede Kamer, bij onze laatste fractievergadering van dit jaar, de lofzang van Maria gelezen en gezongen. Mijn ziel maakt groot de Heere, riep Maria uit. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Zij getuigt ervan hoe God grote dingen aan haar heeft gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Wat een indrukwekkend en wat een hoopgevend getuigenis klinkt hier. Zelfs in de donkerste tijden, toen en nu. Onze persoonlijke omstandigheden, ze kunnen heel verschillend zijn. En toch hoop ik dat we voor het eerst of iedere keer weer opnieuw ervaren hoe God moed wil geven aan moedelozen, hulp aan hulpelozen. Ja, hoe hier een zaligmaker getekend wordt die zondaren van het grootste kwaad wil brengen tot het hoogste goed. Van harte wens ik u namens de SGP gezegende kerstdagen toe. Met alle die u lief zijn. En alle goeds voor 2023. En heel veel dank voor uw warme steun, uw meeleven en uw gebed.
Thank you.